Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben nog te maken met de restanten van een zwakke storing die is afgelopen nacht gepasseerd. We zien hem hier nog op de satellietbeelden liggen. Inmiddels is die storing dus gepasseerd. Aan de achterkant zit vrij koele lucht en in die koele lucht zijn ook nog wat stapelwolken ontstaan. Bovendien trekt er ook nog hoge bewolking over het land. Blijf wel vandaag over het droog. Vanavond wordt het uiteindelijk een graad of 10: koelt het af en dan wordt het ook geleidelijk aan steeds helderder. En waait een zwakke wind uit zuidwestelijke richting. Komende nacht zakt de temperatuur verder. Na 7 tot 4 graden zijn flinke opklaringen, maar ook nog wel wat hoge bewolking. De zuidwestenwind is dan zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Morgen overdag dan gaat die wind wat draaien naar westelijke richting en wordt dan matig boven land. Aan zee misschien soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Verder hebben we te maken met behoorlijk veel zonneschijn, maar ook wel hoge bewolking die over het land trekt. Het wordt uiteindelijk zo'n 15 tot 19 graden in de kustprovincies en 20 tot 22 graden in het binnenland. Dus dus aangenaam lenteweer. En daarmee is het nog niet afgelopen, want woensdag volgt de warmste en zonnigste dag van de week. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Dat alles bij een matige wind uit zuid-zuidwestelijke richting. Vanaf donderdag gaat het weer veranderen. Vanuit het noorden komt dan een storing over het land heen. Daar zit bewolking bij en ook een aantal buien. Misschien in het binnenland met een klap omweer. Achter de storing komt koele lucht het land binnen. Het wordt dan maar 11 of 12 graden in het noorden. In het zuiden kan het nog lokaal 21 graden worden. Op vrijdag is het ook vrij koel cool met 11 tot 14 graden. En als we dan nog de dagen erna kijken, dan zien we dat het warme lenteweer weer voorlopig niet terugkeert. De middagtemperatuur ligt veelal tussen de 10 en de 15 graden. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.